En goedemorgen, het is zondag, druilerig weer en we zijn weer klaar. Tijd om medicijntjes in te nemen en dan even mijn dingen doen. Zo, hi, licht. Gisteren mijn nagels geknipt en er gaat vandaag een lakje op, geloof me. Kan me niet schelen hoe. Ik heb nog een zootje nieuwe lakjes staan. Rasje heb ze wel getest, maar ik heb ze nooit opgehaald. Ik denk dat er een stuk of 15 staan. Kopen, kopen, niet gebruiken. Het is niet goed, hè. Dus, kom, we gaan. Bezig geweest met een nieuwe layout. Het ziet er wel lekker fris uit. En ik ga even lekker vers groentes opmaken. Ik trek in. Het zonnetje schijnt lekker. Hij zit met de kachel aan. Top. En ik ga dan mijn verse groenteshoek beginnen. En wat heb jij? Tosti's. Tosti vloggie. Heet ze. Zo, vloggen verliep even wat anders dan gepland. Wacht. Ja, ben ik weer. Ik had even lekkage hier. Vlog liep even anders dan verwacht, want ik ben achter de computer gezeten. Ik ben als een dolle aan de site gaan werken. Als ik één dat één keer in mijn kop heb, dan ga ik maar door. Ik was op een gegeven moment ook gewoon vergeten te eten. Maar goed. Snel gegeten, doorgegaan en toen zag ik nog wat anders en toen dacht ik, oh ja, mijn YouTube-banden kan ik wel veranderen en intro kan ik wel veranderen. En dus, weer lekker bezig geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, in ieder geval. Meiden zijn boven, Ras en ik hebben al gegeten, Ron is even lekker zijn dingetjes aan doen. Is even lekker de hoortop. En Jootje gaat zo even eten en dan ga ik wachten op mijn hubby. En dan ga ik een bakje zetten en een smoothie maken en douchen en nee, ik heb mijn nagels nog niet gelakt. Maar ja, dat is algemeen bekend. Dat gil ik wel vaker in een vlog van, oh kom, ik ga mijn nagels lakken. Twee weken later heb ik het nog niet gedaan. Ik moet het echt even doen, want ze zien er niet uit. Echt niet. Nee. Maar goed. Of dat de belangrijkste zaak van de wereld is. Not. Dus. Dus ik heb een lekker productief dagje gehad. Een voldaan dagje. Ja, alles weer lekker opgefrist. En ja. Morgen gaat het wekkertje weer. Alles weer naar school. Alles weer naar het werk. En moeders home alone. Maar goed, ik hoef nou een paar dingetjes te doen. Even andere zakelijke dingen. En dan ga ik weer de keuken trutten hangen. Want dan moet mijn vent eten. Dus. Wil je doen? Niks. Het is voor jou, hè? Nee, ik heb mijn eigen koffie. Nee, het is voor jou. Ja, ik heb mijn eigen koffie. Ja. Dat bedoel ik, mijn eigen koffie. En koffie. En dan alleen maar een stokje van mijn andere koffie. Nee, je bent zelf koffiekut. Echt. This is my kingdom come. Het is nu weg. Wacht even. Een vlog gaat voor jullie, ja? Dan heb ik niet genoeg beeldmateriaal. Oh, geef. Vanavond moet ik bij de dokter wezen. En dan gaan ze even kijken. Rachel! Ik film. Nee, we zitten die live uitzending te vloggen, Sidonia. Kijk wat zei ik. Dat lijkt wel wat mij veel. Waar was ik aan gebleven? Ik weet niet waar je was gebleven. Oh ja, dan ga ik even de naam laten kijken. En ik ga het toe naar de keer mag voetballen. Kijk, heb jij ook wel veel open gedrag? Ik zweer het je. Wacht maar. Nee, niet haar vloggen. Dat wil ze niet. Hey. Zij mag het niet bij ons. Oh, ik voel me... Camera schuw. Ja, ze is echt camera schuw. Echt waar. De ene keer dan wil ze wel vloggen en de andere keer is het van... rot op met dat ding. Nee, rot op met die camera. Ja, dat ding is die camera. Ja, nee, maar wij zeggen dat wel typisch mijn taal. Oké, doei.
Zo, het is 7:45. Veel te laat. Want ik moet douchen. Maar ja, we hebben even gezellig live op Instagram gezeten. Het blijft toch leuk. Gewoon contact met je mensen hebben. En helemaal super. Dus meiden zijn nog even naar de kermis. Laatste dagje. Room slaapt op de bank. Gezellig. En ik ga even als de wielen weer mijn bekje schoonmaken en douchen. En dan gillend naar bed. Dus, wat ik al zei, we hebben niet veel gevlogd vandaag. Excuse me. Dus, maar goed. Morgen weer met de wekker. En dan morgen wat druk. Ja, ook zakelijke dingen doen. Vlog editen, side dingetjes doen nog. Dus, ja. Genoeg te doen, maar ja, dan blijven we lekker bezig. Ja, toch? Dus helemaal bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog als je het leuk vond. Even klikken ergens om je te abonneren. Dat zullen we heel leuk vinden. En ik zie jullie woensdag. Want woensdag zetten we de vlog online met de Q&A antwoorden. Dus als je nog een vraag hebt voor mij, Rachel, of voor Naomi, of voor Ronald, desnoods. Even hier in de comments of op de site of op Facebook. Instagram of op weet ik veel wat. En dan gaan we jullie vragen beantwoorden. Oké, doei doei.